Maar Europa is zo'n wonderlijke hybride constructie van ruziemakende naties aan de ene kant en een overkoepelende organisatie aan de andere kant. Het was natuurlijk toch wel leuk dat we Ursula met de State of the Union, ja, een beetje ongelukkig dat we die Amerikaanse naam daar nou voor moeten hanteren. En daar werd toch heel breed aandacht aan besteed. Ook wel kritisch, dat was duidelijk, omdat ze natuurlijk, ja, ze gaat op voor een tweede termijn. Dus dat is duidelijk dat dat ook machtspolitiek spel eerste klas is. Wat viel je op aan haar toespraak? Nou ja, dat Timmermans en Hielen nog niet had geleerd, of ik kreeg de indruk dat in Brussel besloten is het iets kalmer aan te doen met de groene politiek. En dat dat te maken heeft met die meneer Weber. En wat je overal leest, is dat ze niet alleen in Nederland zijn we onze takken geschrokken van die boeren, maar elders in Europa ook. En die hebben ons wel geattendeerd op hun, wat zij dan zelf beschouwen, op als hun tragisch lot. Nou is natuurlijk de landbouw in andere Europese landen wel een iets minder urgent en omvangrijk probleem dan bij ons. Maar toch, het is duidelijk dat de plattelandsbevolking, dat die weliswaar een minderheid vormt. Europa is een sterk geurbaniseerd subcontinent, laten we het even zo noemen. Maar dat het platteland zich wel politiek manifesteert. Of dat nu de gele hesjes zijn, of de AfD in Duitsland, kan van alles en nog wat zijn. Je zit toch eigenlijk steeds met 20% agressief ontevredenen in Europa. En de vraag is wat je daar precies mee moet doen en hoe je ze eventueel tevreden zou kunnen stellen. Weet ik ook niet precies. Want je hebt ook wel eens de indruk dat ze, ik weet niet, ik las er een stukje over de DDR. Maar duidelijk anti-AFD. Waar toch ook de strekking was, ja, zitten ze allemaal tevreden in een prima aangehakte tuin bij een nieuwe huisje. Met fijne uitkering uit het Westen. Maar klagen en zeuren hoe erg het allemaal wel niet is. Daar zit deels ook iets in. Maar tegelijkertijd, ja, zie je in de DDR en ook in Frankrijk, denk ik, dat platteland dat zich verwaarloosd voelt. Ja. En in Nederland hebben we het niet al gehad over het sluiten van die bushaltes. De onbeschrijfelijke kinderachtigheid daarvan. Hè. Dat heb je vaak verteld. Dat is een overheidstaak om die bussen te laten rijden. En als er uren zijn dat er maar één persoon in zit, namelijk een brommerige man die een dialect spreekt wat je niet verstaan kan, dan moet hij toch rijden. Ja. En die bezuinigingen, we hadden dat ook nooit allemaal moeten privatiseren. We hadden die overheidstaken niet moeten privatiseren. Dat was wat een nationale en sociale taak is, moet niet geprivatiseerd worden. Nee. Want dan krijg je meteen zo'n manager op lokaal niveau. Nee, heb je gelezen, joh, op die buslijn 17... in Noord-Groningen zit nooit iemand in, alleen een chauffeur zit erin. Ja, gaan we opdoeken, we gaan het opdoeken. Chauffeur kunnen we ook opdoeken. Ja, hoewel ik begreep dat er een enorm tekort aan buschauffeurs is. Dat vond ik wel interessant. Heb je het al over Orbán gehad? Met zijn kinderplan. Nee. Ja, die moet ik zeggen, die trekt wel de conclusies. Die waar wij het ook wel eens over gehad hebben. Ja, je krijgt geen kinderen. En je wil ook geen immigranten. Ja, dan moet je niet opkijken dat station 3 van mijn vingers snel bereikt wordt. Namelijk dat er geen buschauffeurs zijn en geen onderwijzers en geen zorgpersoneel en geen IT'ers. En nou ja, het is nog een wonder dat wij hier samen in dat autootje zitten, bij wijze van spreken. Nee, dat is een heel rare paradox in heel Europa eigenlijk. Hè? Maar wat is zijn plan? Heb je het niet gelezen? Gigantische subsidies om kinderen te krijgen. Als je als vrouw 4 kinderen krijgt, hoef je nooit meer inkomstenbelasting te betalen. Oh, dat heeft wel effecten. Ja, dat heeft waarschijnlijk. Nou, dat is eigenlijk het allerinteressantste. Ook landen als Oostenrijk, die timmeren al heel lang aan de weg met dit soort van beleid. Dan krijg je een jaar vrij als je een kind krijgt. Je krijgt allerlei fijne subsidies als je de kinderen krijgt. Het is ongelooflijk, bonanza. Je krijgt meteen zo'n loopfietsje. Maar het helpt niks. Maatregelen om meer kinderen te krijgen. Ik begreep dat alleen Frankrijk ietsje beter zit
op dit punt. En Nederland, hoe gek het ook klinkt, omdat wij een relatief jonge bevolking hebben. Maar het is natuurlijk in Oost-Europa loopt het gewoon leeg. Kijk, als je iets kunt in Oost-Europa, dat begrijp je ook wel, dan vertrek je. Ga je naar West-Europa of je gaat naar Amerika, weet ik het wat. Hè. Er zijn natuurlijk allerlei mensen die iets kunnen, waarvoor waar dan ook maar in de wereld goed betaald wordt. Dus dan zorg je dat je wegkomt. Want waarom zou je in godsnaam het platteland van Roemenië blijven zitten? Dat is een uitzichtloze boel. Althans voor de komende 50 jaar in ieder geval. En dus ja, Hongarije idem dito. Want de Hongarije, er zijn betrekkelijk weinig Hongaren. Ik geloof 1,9 miljoen of zo. Kan ook 10 wezen, wil ik vanaf zijn. En bij bestaande trends ja, loopt die bevolking als een scheet achteruit. Omdat die Hongaren geen kinderen krijgen. En dan zou ik met zo'n president zou ik ook een kind willen. Nee, dat is kinderen. Maar werkt de subsidie niet om de geboortes omhoog te krikken? Ja. Of werkt de subsidie niet omdat mensen een kind krijgen en daarna weggaan? Nee, dat lijkt het eerste. Oké. Okay. Poging om de... Als mensen welvarender worden, houden ze gewoon op met kinderen krijgen. Dat wil zeggen, ze willen er wel één. Misschien op zelfs twee. Maar je hebt natuurlijk relaties waar het niet lukt en allerlei factoren kunnen daar een rol in spelen. En het eindeffect is dat in heel veel Europese landen de reproductie ligt op 1,5 kind per relatie. Je hebt 2,1 minimaal nodig voor vervanging. Dus ja, dat betekent dat er 0,6 kind ontbreekt. En, maar immigranten willen we ook niet. Nee, weg ermee, hè. Andere lui, hebben andere kleren aan. En nou ja, je weet ook wat het allemaal oplicht. Dus een dieven zijn, dat weet je toch wel. Dus dat, ja, dan zit je wel met een probleem. Arbeidsmarktprobleem van hier tot Gunder. Maar hoe weet je dat met die subsidies niet werkt? Want het is een nieuw plan. Nou, dus... omdat natuurlijk de landen die dat geprobeerd hebben, met name Oostenrijk bijvoorbeeld, waarvan ik het weet, daar heeft het niet gewerkt. Misschien dat Frankrijk, dat het daar een klein beetje gewerkt heeft. Maar dan moet je de concrete maatregelen onderzoeken hoe dat zit. Hmm. Maar goed, hij heeft het net gepresenteerd, begrijp ik uit jouw verhaal, Orbán. Dus we moeten nog ja, even... Ja, het was een heel een internationale vertoning, heb ik begrepen. Omdat het inderdaad een pan-Europees probleem is. Namelijk dat we ons niet voorplanten. Verwacht je dat andere landen dit plan over gaan nemen nog? Nee, dat denk ik niet. Okay. Lijkt me althans niet erg waarschijnlijk. Kijk, die Hongaren die doen natuurlijk. Kijk, het blijkt dat enorm veel Hongaren maken dat ze wegkomen uit Hongarije. Waarvan inderdaad Orbán deels wel de oorzaak is. Als je dan rekent de hele geringe nataliteit in, weet dat, de geboortecijfers in Hongarije. Ja, dan telt dat bij elkaar op en dan zie je dus, ik geloof. Als het een beetje tegen zat dat ze in no time 1 miljoen Hongaren minder hadden. Je begrijpt al, vergrijsde bevolking, nou ja, enzovoort, enzovoort. En weer de wereld, de planetaire bevolking, die groeit nog wel, maar niet door baby's, maar die groeit omdat zoveel mensen zoveel ouder worden tegenwoordig. Hmm. Ja, want daar hebben we volgens mij wel eens eerder over gehad, dat de... levensverwachting voor een man die nu, waar dan ook op de planeet, allemaal statistiek, geboren wordt, is 70 jaar. Dat is hetzelfde als een man die in 1950 in Nederland werd geboren. Ja. Ondertussen is de Nederlandse man die op dit moment wordt geboren, heeft een levensverwachting van 80 plus jaren. Is er iets wat je kunt doen om het aantal geboortes wel te stimuleren? Als overheid zijnde dan, hè? Ja, ik weet maar enige omvangrijke oplossing. Namelijk dat meneer Pastoor weer terug moet. Dat je zorgt dat alle condoomautomaten defect zijn. En dat je de pil verbiedt vanwege de ongelooflijke, gruwelijke, hormonale nevenwerkingen die de pil. Daar kun je allerlei bangmakerij aankoppelen. En natuurlijk dat de religie weer terugkomt. Ja. He, gaat heen en vermenigvuldigt u. Onze buren ooit naast ons aan de rechterkant. Hadden we 13 kinderen. Ja, het is een katholieke familie. Zo'n dominante paterfamilie als piep, klein echtgenootje. Die al die kinderen heeft voortgebracht. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen. Als je zou kijken even waar de productie van kinderen nog op topniveau ligt. De Bible Belt. Ja, nou, ja. Religie. Ja, ik wilde het net zeggen. Dat hoor je inderdaad vaak. Mensen die nog gelovig zijn. Het probleem van de Bible Belt is dat ze wel forse productie hebben van kinderen.
Maar dat toch volgens mij ongeveer de helft is, wordt afvallig. Dus die denkt toch ergens als een jaar of 17, 18 zijn, weet je wat, ik ga lekker naar Amsterdam. Hè? Ik ga lekker een pilletje slikken. zoiets, ja. Denk ik tenminste. Ja. Je hebt toch zelfs, is het niet in Urk zo, dat je 2 vrije jaren krijgt. Dat je echt alle zondes mag bedrijven die je wil bedrijven. Oh, is dat zo? Ja, en dan moet het ook klaar zijn. Dan moet je terugkomen, trouwen en 17 kinderen krijgen. Ja. En heeft dat effect? In Urk wel. Okay. Weet je dat Urk verreweg de hoogste geboortecijfers van Nederland heeft. Verreweg. Ik ken ze vooral van toen. Het is maar goed dat die polder gemaakt is. Want dan zouden die Urkers van het eiland uitgebarsten zijn. Nou, daar is toch wel voldoende ruimte als je daar doorheen rijdt. Ja, daarom. Ja. Al die buitenwijk van Urk, die zijn buiten het eiland gebouwd. Ja. Maar ze hebben niet zoveel met autoriteiten, hè? Nee, maar dat komt omdat ze een eigen autoriteit hebben. Namelijk de Heer in de hemel. Ja. Dus ja, waarom zouden ze zich niet aantrekken van de Nederlandse autoriteit? Want met corona was dat constant gezeik. Het heeft daar eerst ook natuurlijk zo'n vrije jongensbusiness. Dat komt ook. Nou, dat komt een beetje door die vissers. Volgens mij. Dat is ook, hè. Dat zijn, kijk, een vissersboot die heeft een bemanning. En dat is een heel samenhangende, dwingende... hoe moet je dat zeggen, een sociale groep. Je had dat ook bij stakers in de Rotterdamse haven. Als daar gestaakt werd, dat werd altijd geleid door sleepbootbemanningen. Hetzelfde patroon. Wat zal er op zo'n sleepboot zitten, een kapitein en nog 4 of 5 van die jongens die van aanpakken weten en niet te beroerd zijn, zal ik maar zeggen. En dat die, als je zo'n groep hebt, en daar kun je iets mee. Die kan zich heel gebels gedragen. Want die bereikt, hoeft er maar 1 in zo'n groep te zitten. En dan zegt een beetje de 3 musketiers. Dat is een heel klein groepje, maar goed, zo op die manier.